Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Van een overwinning? Oh, dit is de muziek van een avontuur. Alleen durf ik dit avontuur te nemen, is een beetje de vraag nu. Een diamond, oké? Een diamond. Ik wil zo graag een diamond. Ja, stil nou. Dit is Banjopia. Kapot. Banjopia. Ik zit echt even zo van wow, 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 wow. Een helemaal nieuw ding, dat is mooi. Zo, mooi, die hebben we ook. Nou even kijken dan wat het zand nog meer te vullen heeft. Fucking gruwelijk. Hier ben ik wel weer blij mee. Ik bedoel, dat maakt deze tocht in ieder geval niet zinloos. Zoals de vorige keer, dat ik fucking diep de grond in ging en niks vond. Ik heb nu in ieder geval heel wat iron. Daar ben ik heel blij mee. Weet je wat het zo erg is? Het gaat gewoon om 1 of 2 keer de juiste keuze maken. Als je 1 of 2 keer echt net de goede kant op gaat met je pickaxe, dan heb je die diamond. En tot nu toe is dat nog niet gebeurd, daar ben ik heel eerlijk over, maar ja, ik wil gewoon heel graag kijk wat er gebeurt als ik hier een gang maak. Dit is veel hoger dan dat ik daarnet zat. Daarnet zat ik echt zeg maar op de bottom rock van mijn wereld. Zoveel kobbel weer. Het is echt belachelijk hoeveel kobbel je de hele tijd bij elkaar vindt in een soort groepvorm. Maar ja, het is ook weer leuk. Ik vermaak me prima. Ik zit even te kijken. Ja, nou, dan gaan we weer verder. Ja, ik zit helemaal wauw. Kom op, diamond, waar blijf je? Terwijl de mooie muziek op de achtergrond begint in één keer. Is dat de muziek van een overwinning? Oh, dit is de muziek van een avontuur. Alleen durf ik dit avontuur te nemen, is een beetje de vraag nu. Even dit avontuur heel strategisch tegemoet. Kijk, ik durf het wel. Oké. Wat? Waarom zit hier zand, hè? Heeft dit zand een reden? Heeft het zand iets te verbergen? Het is wel weer een dieper iets. Ik heb een idee. Eigenlijk niet. Ik heb geen enkel idee. Ik ben al lang blij dat ik hier ben. In de hoop dat ik hier misschien, als ik een paar gangen sla, dat ik iets ga vinden. Ja, natuurlijk. Ik vind weer gewoon fucking veel kobbel. Hoe kon het ook anders? Oh, iron. Iron, dat is wel weer lekker. Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, hey, wat jammer. Ik vind de scheidloading aan iron. Toch? Of wel? Ja, eigenlijk ik. Ik zit er nu een paar, nu ik zit een heel tijdje zo. En je vraagt je misschien af, Bardo, waarom doe je dat dan überhaupt? Heel simpel, dat ik gewoon diamond wil. Dat is alles wat ik wil. Ik wil gewoon diamond. Een diamond, oké? Een diamond. Ik wil zo graag een diamond. En dan met diamond bedoel ik een pickaxe, hè? Ik bedoel, ik zet wel hoog in.
zal je zien dat ik zo meteen gewoon echt twee diamond blokjes vind. Net geen pickaxe. Bardo actie, Bardo is kut. Godverdomme. Geef mij nu je angst, la 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 la. Ik geef je hoop voor terug. Oké, hier zit heel veel zand. Ja, ik zeg nu echt iets heel duidelijks, maar ik bedoel eigenlijk waarom ik het zeg is van, oké, hierdoor dus. Kijk, dan kunnen wij nu... Zit hij hier? Waar zit hij? Laten we even kijken wat hier allemaal te vinden is. Ik ga gewoon het zand weghalen. In de hoop dat we iets tegenkomen. Jammer tot nu toe. Oké, goud. Daar ben ik blij mee. We hebben een beetje goud erbij. Is het veilig? Het is veilig. Oké, dan kunnen we nu deze lading weghalen. Nog meer goud. Mooi. Oké, dan kunnen we deze lading weghalen. En dan... Wat de fuck was dat voor geluid? Leek een beetje alsof ik in de Hunger Games zat en er iemand doodging. Of is dat gewoon een voorbode voor mezelf? Dat het spel nu het einde in gang heeft gezet. Als ik zo meteen mijn huis binnenloop, dat de 10 creepers boom doen. Ik hoop het niet. Ik hoop oprecht dat het echt never nooit gaat gebeuren. Opletten met die belichting, hè. Ik ben zo bang dat ik dood ga, dat zegt. Ik wil gewoon niet dood. Iron, mooi. Ik vind het altijd fijn, weet je, als ik een missie zoals deze doe, om in ieder geval zoveel mogelijk iron 23. Holy shit! Dat is veel. Kijk, ik investeer zeg maar 6 iron in 2 pickaxes, plus de vorige keer natuurlijk, dat zijn er dan 12. En dan vind ik het wel fijn als ik ook in ieder geval die 12 iron terugneem. En in dit geval 23 zit ik op, volgens mij heb ik nu al wat meer. Ik zit nu op 24, lol, 1 meer. Maar dan, dat is zo fijn, vind ik echt relaxed. Gewoon, geen verlies in iron. Ik bedoel, ik loop gewoon hier in een full iron. Hoe mooi is dat? Alle kobbel oppakken ook. Yep. Ik heb ook het gevoel oprecht dat dit pad mij naar de diamond gaat leiden. Dit worden. Ah ja, voor eerst nog meer kobbel. Hoeveel kobbel heb ik nu bijna? Oh man, ik heb bijna 2 fucking hele stacks gewoon, hè? Jezus. Het fijne is ook dat je mijn facecam echt de ene keer ziet gloeien en nu weer en nu niet. En... Je vraagt je misschien af, was er allemaal aan de hand, Bardo? Maar ja, dit is nu een heel lang verhaal, maar het komt erop neer. Er is iets op tv wat ik niet volg, maar wel wil zien, zeg maar. Ken je dat? Dat je een tv-programma hebt en je wil het gewoon zien en niet volgen. Dat je denkt, ik wil het zien. Ja. Net zoals bij National Geographic, als je daar met je bezopen bakkers op de bank ligt. Je wilt gewoon zien. Je hoeft het niet per se te volgen. Maar je wil gewoon lekker half bezopen op een bank liggen. TV. Dat is lekker af en toe, hoor. Oh man. Dit is echt zo tergend aan het worden nu.
Ja, ik zit even uit te rekenen waar ik zo meteen een blokje terug moet plaatsen. Zodat ik dat allemaal in ieder geval in orde heb. En hier ga ik verder naar beneden. Oh, nice. Dat zijn die rode steentjes. Dat betekent wel dat ik in de buurt van lava ben, geloof ik. Even alles pakken. Oh, fijn. Die kan ik niet pakken ofzo. Oké. Geen lava. Alright. Ja, ik zit heel te... nu zit ik weer te denken, wat ga ik doen? Maar dat is vrij makkelijk. Zo, zo, zo. Dat ga ik doen. Zo. Ja, ik moet even opletten, maar ja, daar heb je ook wat. Ja. Nou. Het ziet er nou uit dat we nu al een ding hebben gevonden wat we kunnen gaan doen, namelijk al deze gravel weghalen. In de hoop dat wij hier iets gaan vinden. Ik moet eerlijk zijn en je vertellen dat ik rekening hou met het ergste, gewoon dat we weer met lege handen komen te staan. En dan weet ik ook echt niet waar het aan ligt. Is het zo dat op hardcore die diamond blokjes dan ook moeilijker zijn te vinden ofzo? Of... Ja, natuurlijk. Jullie antwoorden wel. Maar tegen de tijd deze serie online komt, heb ik echt alles klaar. Dus, je antwoord... Dit klinkt niet goed. Althans, het klinkt als een zombie, laat ik het zo zeggen. Oké. Gaat erom dat we een beetje het zicht over ophouden. En zo kan ik nog weg ook. Mooi. Zwaard heb ik daar, oké. Oh, oh, oh. Ik vind het zo naar dat ik niet weet waar die zombie zit. Ja, stil nou! Oké, is die nou verbrand of heeft die gevochten? Ik weet het oprecht niet. Oh, hier? Ik durf niks. Ik neem wel weer alle kobbel mee natuurlijk, maar ik ben zo bang dat er weer lava valt. Die lava die boven mijn neus hangt, dat is echt een van die dingen die ik zo ongelooflijk hard de hele tijd vergeet.